met, en u blijft nog even aan tafel zitten, met Matthäus Blijenberg. U bent woordvoerder van de dierenbescherming. Was u een beetje gelukkig met, met deze gesprekken? Ik kon er niet veel van verstaan, helaas. Oh, dan, dat is verveeld. Maar hopen de mensen thuis wel wat gehoord hebben. Ik hoop het wel, ja. Goed, we gaan een paar dingen even met u bepraten. Dierenbescherming is deze week een campagne begonnen om de zaken waar we net met meneer De Weert en met Midas ook over gesproken hebben, om daar iets aan te gaan doen. Die campagne, wat houdt die precies in? We hebben een rapport uitgebracht afgelopen week. En daarin zijn eigenlijk twee onderzoeken zijn daar naar boven gekomen. Eén van de onderzoeken hebben we op Schiphol gedaan. Daaruit gekomen is dat het om, daar schrokken we nogal van, dat het om miljoenen dieren per jaar gaan die op Schiphol legaal binnenkomen. Ja. En dan spreek je over 15 tot 20 miljoen vissen, 250.000 vogels zo ongeveer. En 10 tot 15.000 reptielen en amfibieën die op jaarbasis binnenkomen. Daarnaast komt er via de weg natuurlijk ook nog een heleboel binnen in Nederland. Daar zijn geen gegevens van. Het is ongelooflijke aantallen dus. Ja, als je kijkt naar zo'n klein landje waarin wij leven, dan zijn dat vreselijke aantallen. Als je dan ook kijkt op de manier waarop dat gebeurt, dan is dat nog erger. Het transport laat op heel veel gebieden te wensen over. Het grootste gedeelte van die dieren komt uit het wild. Ze zijn uit het wild gevangen. Uit onderzoeken blijkt dat daar vaak al 50 tot 60% van de dieren doodgaat bij de selectieve vangstmethodes. Ja. Dat betekent eigenlijk, elk dier dat jij op een gegeven moment in je kooi of in je aquarium hebt, daar zijn er 5 of 6 van gestorven. We hebben gezien uit dat onderzoek dat de RVV en de AID langs elkaar heen werken. Niet de RVV? De RVV is eigenlijk de toezichthoudende instantie op Schiphol. Ja, en de AID de controlerende instantie. Ja. Dat gaat niet goed, dus er moet actie komen. Mag ik het even kortom zo samenvatten? Ja. Er moet wat gebeuren. Precies, dat is één deel van het rapport. Ja. Als je kijkt naar die enorme aantallen die binnenkomen, gaan wij er eigenlijk vanuit dat kan alsmaar doorgaan totdat er op een gegeven moment soorten zijn die met uitsterven bedreigd zijn. Die komen op een CITES-lijst. Dat is een beschermde lijst. Daar mag je niet meer in handelen. Gebeurt dat dan ook niet? Nee, daar hebben wij van aangetoond met verborgen camerawerk, dat je die dieren gewoon als particulier kan kopen. Noem eens een dier wat je dan kan kopen en wat beschermd zou moeten zijn. Nou, bijvoorbeeld, een van de excessen die we hebben aangetroffen is dat je gewoon een Siberische tijger kan kopen. En dat zijn dieren die in het wild nog maar in een getal van ongeveer 500 voorkomen. En we hebben met de verborgen camera aangetoond dat je die gewoon in een dierenwinkel in Europa kan kopen. Maar niet in Nederland, denk ik. Dat was in Barcelona, maar als Nederlander kan je die dieren gewoon aanschaffen. We hebben bijvoorbeeld een mevrouw uit Beverwijk gesproken die een aapsoort had gekocht, die ook op die CITES-lijst staat, in Barcelona. Dat dier gewoon meenam naar Nederland, met ons belde, mag dat eigenlijk wel? Dat ook bij de overheidsinstanties was niet duidelijk of dat inderdaad mocht. En vervolgens hebben wij aangetoond dat dat absoluut niet kon. Dat dier is weer teruggegaan. Maar dat heb ik nog net nog wel even opgevangen. Die voorlichting, daar scheelt het ook enorm aan. Mensen beginnen aan exotische dieren zonder dat ze weten. En ze groeien en ze bloeien en er gebeuren van allerlei dingen die je niet realiseert. Midas, ik neem aan dat jij zult ondersteunen dat dieren die met uitsterven bedreigd worden toch ook niet zo'n plekje in een huiskamer of in een kooitje of waar dan ook verdienen. Nee, uiteraard niet. Maar het verbaast me dat de dierenbescherming zich dat tot taak heeft aangetrokken. Want normaal is het zo dat naarmate dieren zeldzamer worden, dat je daardoor aardiger tegen ze zou moeten zijn. Dat is iets wat de natuurbescherming beweert. De dierenbescherming hoort alles in de hart te sluiten. Of er nou miljoenen van zijn, of dat het nou het laatste exemplaar is. Dat moet een dierenbeschermer niks uitmaken. Nee, ons onderzoek is heel breed. We hebben goed gekeken naar die transporten. Daar zijn heel veel welzijnsproblemen bovengekomen. Wat ik net nog wilde zeggen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de vogeltransporten. In 41% van die vogeltransporten spreek je over 250.000 vogels. Hebben we gezien dat daar welzijnsproblemen tot stand komen. En slechts in 1% van die gevallen wordt ook procesverbaal opgemaakt. Nou, dat zijn natuurlijk zaken waar we ons als dierenbescherming druk over maken. Maar hoeveel kippen en kuikens worden er bijvoorbeeld overgevlogen in een jaar? Ja, dat is weer een heel ander. Nee, dat is niet een ander onderwerp. Dat zijn ook vogels. Dat zijn net zo goed dieren. Tuurlijk. De dierenbescherming, hoeveel zijn dat er dan? Ja, de dierenbescherming weet. Nee, hoeveel zijn dat er dan? Geen idee. Nou ja, er zijn veel meer in ieder geval dan die 250.000. Dus mijn vraag is dan, als het de dierenbescherming erom te doen is, dat die beesten inderdaad gemaltreteerd worden en gepest en getreiterd in die vliegtuigen.
Doe iets aan die kuikentjes in plaats van aan die lege. Ja, maar ik denk dan dat jullie liever iets tegen papegaaien doen dan tegen kuikentjes, omdat iedereen thuis wel eitjes eet, maar geen papegaai heeft. Nee, wij komen op voor alle dieren en ook voor de legkuikens en voor de vleeskuikens. Maar als ze zeldzaam zijn, kom je er meer voor op? Nee, zeker niet. Nee, onze volgende campagne gaat over deze kuikenproblematiek. We hebben in Nederland 98 miljoen kuikens, waarvan 90% nog steeds in legbatterijen voorkomt, die een klein ruimte van ongeveer 1 à 4 hebben. Kennen we allemaal. Nee, wij hebben nu deze week. Wordt wat aan gedaan, Midas? Ja. Tevreden? Het ging mij erom dat als ze zeggen er worden 250.000 vogels overgevlogen, dat mensen altijd vergeten dat kippen ook vogels zijn. Tuurlijk. Meer als vogels onderhand. Mogelijk. We werken als dierenbescherming aan een 300-tal onderwerpen. Per jaar komen we met een 3-4-tal campagnes. We zijn blij met de dierenbescherming, want er gebeurt in ieder geval wat. Ja, nu staat de exotencampagne centraal. Maar in de volgende campagne komen die kippen zeker aan de orde. En moet u ook nog wel eens een artis kijken af en toe als dierenbescherming? Of gaat het daar wel goed? We zijn er wel eens geweest. We hebben ook wel eens een rondleiding gehad, inderdaad. Het is... Wat ik nog even wilde zeggen over bijvoorbeeld die Siberische tijger die we hebben aangekocht. Waar er nog maar 500 van waren in de wereld echt beschermd, ja? Daarvan is aangekocht. We hebben hem zelf niet aangekocht. Die is aangekocht door een zusterorganisatie van ons in Groot-Brittannië. Die heeft dat traject overgenomen. Een dierenbeschermingsorganisatie. Maar daarvan is wel gebleken dat hij uit een dierentuin komt. Dus dat blijkt dat dierentuinen in Europa gewoon handel drijven in dit soort uiterst bedreigde dieren. Nee hoor, als het bonafide dierentuinen zijn, en dat zijn de meeste gelukkig, dan zijn ze aangesloten bij een overkoepelende organisatie van Europese dierentuinen. En dan gebeuren dat soort dingen niet. Het kan zijn dat er een aantal dierentuinen zich organiseren, wat regeltjes maken. Merendeel heeft zich georganiseerd. Ja, laten we ervan uitgaan dat er in ieder geval die dierentuinen nog een beetje veilig zijn voor dieren. En dat er ook dieren zitten die er horen. En dat de dieren die er niet horen, mag ik het zo samenvatten, er niet horen. Blijkt dus van niet uit ons onderzoek. Ja, maar bij artis wat wij wel. Willen, ja, dat hebben we vooralsnog niet kunnen aantonen dat het slecht gaat. Maar wij willen een betere wetgeving op dat gebied. Dat wou ik bij je afsluiten, ja. Want begin volgend jaar zal de Tweede Kamer gaan debatteren over een aantal zaken en dan vooral ook over huisdieren, welke huisdieren wel en niet gehouden mogen worden. En dat is het eerstvolgende kernpunt wat er gaat gebeuren. Dus dan horen we misschien dat meneer Weert, misschien mag die leguaan wel helemaal niet. Van Weert, misschien mag die leguaan wel helemaal niet. Nou, dat was mijn vraag. Wat beoogt de dierenbescherming? Reptielen en amfibieën die zullen verboden worden in zijn totaliteit? Zo rechtlijnig zou je dat niet kunnen stellen. Het gaat erom... Vanaf volgend jaar is het mogelijk om van die honderdduizenden soorten en ondersoorten van dieren die je nu gewoon Nederland mag importeren en mag houden, die worden ingeperkt. Daarvan wordt gezegd van welke dieren zou je nou wel in Nederland mogen houden of niet. En dan hoop je maar dat je en dat soort zaken... dat die lijst zo kort mogelijk wordt natuurlijk. En moet Midas zich zorgen maken over de katten? Zeker niet. Nee, okay. We hebben er in het asiel nog 40.000 per jaar zitten. Ja. Hele leuke dieren waarvan je over het algemeen ook weet hoe ze zijn, waar vaak een verhaal achter zit. Nou, er is één probleem opgelost. Ari is dood. Midas, in het asiel zit een nieuwe kat op je te wachten. Een nieuwe Ari. Nou, we hebben er pas weer twee hele leuke. Ja, maar die ene. Daar kan ik over vertellen. ik wou u bedanken. Het zijn problemen die we niet even zo hiermee op kunnen lossen. Maar ik denk dat het goed is om daar aandacht voor te hebben. En dat we met elkaar daar ook wel eens over nadenken. Dank u wel beiden. Midas blijft nog eventjes zitten. Wanneer u wat informatie wil hebben over onderwerpen die we zojuist allemaal hebben besproken.